Ik wil je graag vragen stellen over het boek Kinderen van het Achtste Woud, geschreven door Els Pelgrom. Allereerst drie vragen aan Noortje. In één nacht kreeg een koe een kalfje en er werd bij de onderduikers een baby geboren. Wat vond je daarvan? Oh, die nacht, die vergeet ik echt nooit meer. Dat was zo'n bijzondere nacht. Ik werd s'nachts wakker van geluiden op de deel en ik ging kijken. En toen zag ik dus dat er een kalfje werd geboren. En eerst dacht ik dat het gewoon al dood was, want het zag er echt niet uit. Hij had oogjes dicht en had zo'n gekke kleur van het vacht. Maar even later stond het al op de pootjes en ja, dat was wel heel wonderbaarlijk. En toen wilden we eigenlijk weer gaan slapen en de boer en de boerin die waren al een beetje aan het dutten in de keuken. En toen hoorde ik iemand kloppen aan de deur. En ik had die meneer nog nooit gezien, maar tante Janna, de boerin, die wist meteen wie het was en... En toen gingen we naar een hol in het bos. En ik moest mee en ik moest helpen, maar ik wist helemaal niet waar mee. En toen bleek dus dat in het bos, dat daar een heel gezin woonde. En dat de mevrouw daar, dat die een baby ging krijgen. En ja, dat was wel heel erg bijzonder. Ik wist helemaal niet dat baby's daar uitkwamen. En ik voelde me wel heel erg belangrijk, want ik moest de lamp vasthouden. Tante Janna vertrouwde je een groot geheim toe. Wat deed dat met je? Toen ze dus vertelde dat ik het niet mocht vertellen dat die baby was geboren en dat de Joodse mensen daar in het bos woonden, voelde ik me wel heel erg volwassen, zeg maar. Ik vond het wel heel moeilijk, want ik wilde het heel graag aan Evert vertellen, omdat ik zoveel met Evert optrek. Maar ik deed het niet en ik was ook heel blij dat tante Janne uiteindelijk de baby meenam naar de boerderij. De reden was niet leuk, want mevrouw Meijer die kon niet goed voor de baby zorgen. Die had eigenlijk niet genoeg melk en daarom had de baby steeds honger. En daarom huilde de baby steeds en kon je dat in het hele bos horen. En zou het dus kunnen betekenen dat de Duitsers dat ook zouden kunnen horen. Dus daarom nam tante Janna de baby mee naar de boerderij om daar voor de baby te zorgen. Hoe erg mis je je moeder? Ja, ik was echt nog heel erg klein toen mijn moeder overleed. Het was al voor de oorlog. En papa en ik wonen nou hier op de boerderij en ja, we helpen gewoon mee en er zijn heel veel mensen dus, en het is ook heel druk en tante Janna is altijd heel erg lief voor mij en ze is dan de moeder van Evert, maar het voelt ook wel een beetje alsof ze mijn moeder is en ze is heel erg lief voor mij en ik mocht ook echt een hele klusje doen, dat was namelijk voor baby Sarah zorgen. Alsof het gewoon mijn kleine zusje was. Dus dat was wel heel erg leuk. En ik mis mijn moeder wel eens, maar dan kruip ik gewoon bij mijn vader in de bedstee en dan slaap ik tegen hem aan. Dan wil ik nu graag drie vragen stellen aan Evert. Wil jij hem even ophalen? Oh ja, dat wil ik wel even doen. Momentje. Evert, kom jij even? Hey, mooi. Hey. Zit ik goed zo? Ja. Oké. Okay. Waarom verzamel je dingen uit de oorlog? Ja. Ja, we leven natuurlijk nu in de oorlog en dat is super spannend. Maar ook soms wel een, ja, het klinkt een beetje gek, maar ook wel een beetje interessant. En ik vind het wel, ja, die dingen heb ik ook nog nooit eerder gezien. Dus ik vind het wel leuk om dat allemaal te verzamelen. En ja, ik ben al eenmaal een verzamelaar. En, niemand mag het weten, ja, Noortje weet het wel. En Henk weet het ook wel, het ligt op de zolder. Maar verder is het een beetje geheim. En misschien kan ik na de oorlog er ook nog wel wat mee doen. Dat ik het aan andere mensen kan laten zien wat er allemaal is gebeurd. Toen je met Noortje van de bakken terugkwam, was er een luchtaanval. Wat deed dat met je? Boah, dat was eng, man. Ja, ik wou dat natuurlijk niet weten. Want Noortje was er ook bij. En Noortje is natuurlijk een meisje. Ik wou toch wel een beetje, ik wou niet laten weten dat ik bang was, maar ik deed echt bijna in mijn broek. En vooral toen die granaat zo dichtbij insloeg, dat was echt heel erg eng. En het scheelde ook maar een haartje en dan was het misgegaan. Ik vond het wel, trouwens wel heel leuk van Noortje dat ze die granaatscherf aan mij gaf voor mijn verzameling. Dus dat, ja, Noortje is sowieso wel een heel leuk meisje. Wat dacht je toen de Duitse soldaten de varkens meenamen? Verschrikkelijk. Zwijn zijn het, die Duitsers. Verschrikkelijk, ja. Op de boerderij waar ik woon, samen met papa en mama en al die andere mensen, daar
komen zo vaak mensen even aanlopen. En er wonen ook zoveel mensen die allemaal honger hebben. En papa en mama die willen eigenlijk iedereen altijd eten geven. En dat lukt ook. En ze zijn super gastvrij. Maar als je nu al, ja, die Duitsers namen gewoon 3 varkens mee. We hielden er eentje over. En dat was afschuwelijk. En mijn mama stond gewoon te huilen. Ze kon het helemaal niet aanzien. En dat was nog niet eens alleen maar omdat ze dat stukje vlees ging missen. Maar ook de manier hoe die Duitsers dat deden. Ze bonden de poten van die varkens bij elkaar. En ze sleepten zo die varkens over het erf heen naar die vrachtwagens. Het was echt afschuwelijk. En ja, wij hebben nog steeds geen hongersnood. Maar nu zullen we toch echt wel goed moeten opletten wat we allemaal eten. Of we nog wel genoeg hebben. Afschuwelijk was het. Dankjewel voor het beantwoorden van de vragen. Ik ben erg benieuwd naar het boek. Zal ik mevrouw Te Haan nog even halen voor de mening over het verhaal? Dat doen we. Hallo. Zit ik goed zo? Ja. Nou, De Kinderen van het Achtste Woud, geschreven door Els Pelgrom, is een verhaal over de oorlog. En oorlogsverhalen, ja, daar houd ik wel van, want het is natuurlijk wel spannend. Er gebeuren spannende dingen. En Els Pelgrom heeft het ook echt wel zo geschreven dat je echt heel goed meeleeft. Het lijkt eigenlijk wel alsof je steeds met Noortje en even meeloopt en met ze meekijkt. Dus je kunt je heel goed inleven in het verhaal. En het is geen moeilijk verhaal, het is best makkelijk geschreven, dus eigenlijk... Ja, zou iedereen het wel kunnen lezen. Het is wel een boek waar je over na gaat denken. Want nou ja, wij leven natuurlijk niet in de oorlog. En wij kunnen elke dag eten waar we zin in hebben. Meestal. Maar daar in de oorlog, ja, dan zou je echt nooit klagen over wat je op je bordje krijgt. Daar eet je echt alles wat je maar kunt krijgen. Omdat je anders honger lijdt. En ook hoe koud ze het hebben... Dat ook Noortje bijvoorbeeld zonder sokken, maar in de klomp loopt door de sneeuw. En dat ze het gevoel heeft dat haar tenen bijna bevriezen. Ja, dat maken wij natuurlijk nooit mee. Dus het is een boek waar je echt wel over na gaat denken. Ik vind het heel mooi beschreven. En Els Pelgrom heeft ook niet een duidelijke, een nare mening over de Duitsers of zo. Zoals die moeder van Evert, die geeft ook soep aan Duitsers die het koud hebben en die verkleumd zijn. En aan de andere kant helpt ze dus ook weer Joden die in het bos zijn. Dus het is een heel mooi, heldhaftig verhaal eigenlijk. En je leert er dus een beetje van hoe het in de oorlog geweest moet zijn. Ik vind het echt wel een aanrader voor iedereen en voor jongens en voor meisjes.